Goedendag. Goedemorgen. Marco, welkom hier in het programma. De reden dat ze jou hebben uitgenodigd deze maandagmorgen is vanwege de nieuwe zingen, heet Mijn Grote Liefde. Dat klopt. Is een mooie nieuwe zin geworden, Marco? Ja, hartstikke bedankt. Ik ben er ook goed trots op. Ja, het is de tweede single van jou, hè? Het is de tweede single, ja. Wat ik daar... Ik de andere kom in mijn armen. Ja. En die is alweer van, als ik het goed geïnformeerd ben, toch alweer van pakweg 4 jaar geleden. Ja, klopt. Ja, ik heb met dat nummer heb ik heel veel geluk gehad. Dat heb ik toen uitgebracht, wel vol energie gemaakt, zeg maar. En heb ik uitgebracht, is in Nederland tot 30 gelukkig gekomen, met heel veel geluk. Hoe weten we nog niet, maar het was wel keihard, werd overal gedraaid. Ja. En ja, toen hebben we een beetje familieproblemen gehad, overlijdingen en zo. Dus ja, mijn energie en mijn aandacht was een beetje verloren in het zingen. Ja, niet helemaal natuurlijk, maar wel op een lagere pitje als toen. En nou gaan we het weer helemaal oppakken. Er staan alweer 2 nieuwe singles in de voorbereiding. En ik heb nog 2 nieuwe singles liggen. Ja, dus... Na een periode van stilte zeg jij, wap, en nu gaan we weer tegenaan. Dan gaan we er weer volop tegenaan. Ja. Jij hebt contact met niemand minder als Henk Darmen, hè? Ja, klopt. Ja, we zitten een klein beetje in de familie en ik had mijn clip opgenomen. En toen heeft een dame mij gebeld, zeg maar, via waar ik mijn clip op heb genomen. En ik vroeg of die onder hem weer uit mocht komen. En in vervolg tot we meer nummers met Henk Dame gaan opnemen. Ja. Dus die heeft mij een klein beetje op weg geholpen. Of die is me ook aan het weg om te helpen. Ja. Dus dat is een beetje de grote steun in de rug van jou. Ja, daar gaat hij, daar is hij nou wel mee bezig, klopt. Ja. Jij hebt hobby's, hè? Onder andere lees ik iets, je hebt iets met boksen, hè? Wat zegt u? Boksen, daar heb je iets mee, hè? Ja, ik vind dat leuk om te doen. Het spelletje alleen en het mooiste is wat ik vind dan is om te kinderen. Dat doe ik lesgeven, ook wel voor oudere kinderen. En dat heb ik heel lang gedaan. En ja, ik vind het mooi om de kinderen, zeg maar, een beetje anders zijn en een beetje wat moeilijk in de vel zitten. Ja. Om die een klein beetje op weg te helpen en een goede motivatie voor in het leven te geven. Want de beginperiode van de kinderen, ja, die zijn wel heel belangrijk in het voor de ontwikkeling. En dat is puur een hobby voor jou? Dat is puur een hobby. Ja. Nu hebben we tussen die eerste single, Marco, en dan nu, dus de 3-4 jaar wat ertussen zit, is het dan weer niet moeilijk om dan weer opnieuw de draad op te pakken, buiten dat de privé natuurlijk, maar in de muzikale kringen om je heen bedoel ik? Ja, het is weer helemaal overnieuw. Je moet alles weer, eigenlijk alles weer oppakken en je eigen weer promoten, hè? Ja. Nee, dus, En nu is het samenwerking ook met Blink Music, hoe is dat tot stand gekomen? Hoe dat tot stand is gekomen is, zeg maar, ik heb daar die clip opgenomen wat ik u net zei. Ja. En zodoende heeft hij contact met mij opgenomen. Je hebt mijn liedje gehoord, dat ook een heel mooi liedje. Zodoende is hij mijn label uitgebracht. En in vervolg gaan we meer nummers maken. Ja. Het is een soort levenslied geworden, Marco, hè? Dat nummer. Hè? Vertel eens in de kort aan de luisteraars waar precies de tekst het nummer over gaat. Ja, de tekst en nummer gaat uiteraard over mijn vrouw. We hebben gezegd van het eerste succes of het eerste klein hitje wat ik heb gemaakt van begint ook over mijn vrouw. Ik zeg, ja, ik wil eigenlijk iets gelijk, maar ik wil ook wel weer iets wat een beetje eigen is. Ja. Nou, er is al naar een paar keer overleg geweest, want mijn tekstschrijver en producer, dat was Koverijen en Hans Rusje. Mm-hmm. Ze hebben heel daar muziek, alles tekst geschreven. Ja, dat was mooi gelukt, deze nummer op. En we hebben nou eigenlijk een beetje proberen deze stijl aan te houden. Ja. Toch eigenlijk... Ja, naar mijn idee toch iets anders dan een ander. Ja. Qua muziek en zo. Hetgene wat nu nog als het ware eraan komt, gaat dat een beetje in datzelfde genre, dezelfde sfeer worden of niet? Ja, als het goed is, wil ik dat wel aanhouden.
Ja. Maar ik hou meer van het een beetje rustige, ja, echt lekkere, ja, een beetje echt lekker radiomuziek, zeg maar. Ja, een beetje... Een lekker rustige sfeer. Ja, en een beetje de gevoelsmatige muziek, heb jou hoeft niet dat echt hoppen, hoppen, hoppen. Nee, niet echt. Nee. Kijk, er is altijd wel, de nummers die de mensen nou tegenwoordig maken met de hoppen, hoppen, dat is allemaal kei leuk en zo, maar ja, mijn gevoel ligt toch meer in wat rustige muziek en wat... Wat eigenlijk meer over het leven gaat dan echt een doel in de muziek zit, zeg maar. Ja. Is dat met een stukje romantiek wat in jou zelf zit? Ja, dat moet mevrouw eigenlijk over delen. Nee, ja, ik wil de mensen toch een boodschap geven. Ik heb ook wel eens, ik heb ook één of twee nummers heb ik nou nog liggen. Ja. Nu wil ik uit gaan brengen, maar in de beginperiode heb ik die opgenomen. Qua zang is natuurlijk alles veel beter gegaan. Ja. Dus ik ben ik aan het twijfelen om overnieuw op te nemen. Ja. En dan uit te brengen. Maar die nummers, als ik die heb ik al een paar keer gezongen. En dan doen we, er zit ook een gevoelsnummer bij. En dan gaan mensen er toch om huilen. Dan zien ze gewoon huilen als je op optreden bent. Ja, en daar doe ik het voor. Niet dat ze dan huilen, maar dat ze er eigenlijk in vinden in de muziek. Ja. Ook wat ik bedoel, dat vind ik gewoon mooi voor de, ja, waar doe ik het eigenlijk voor, om de mensen te raken en ja, iets mee te geven. Ja. Doet je dat wat, als je dan ergens een optreden hebt en je ziet de mensen voor je die dan zo meeleven in een bepaald nummer, doet je dat wat persoonlijk? Tuurlijk, ja, tuurlijk. Ja, niet allemaal omdat ik het mooi vind tot de mensen zeg maar huilen, maar tot de mensen er eigen terug voelen, zeg maar, dan, ja, ja, ik ben best wel... Ja, ik ben best wel hard, maar als ik mensen zie huilen, ja, dan is dat toch wel, dat doet dat toch uiteraard iets met je. Althans wel waarom. Dus we gaan 2018 gaan we nog meer horen van Marco Dekkers. Ja, dat weet ik 100% zeker. Ik denk dat er sowieso in 2008, zeker vier nummers wel komen. Zo. Dat is al flink in de planning. Zeker weten. We zijn razend benieuwd. Ja, althans ik wel. Ja, hoe de mensen het oppakken. Kijk, ja. Ik vind het keileuk om te doen. En en het leukste is een beetje optreden en tot de mensen de gezelligheid in hebben, tot ze het leuk vinden. Ja. Daar doe ik mijn best voor. Oké, Marco, als de luisteraars hier meeluisteren en zij willen meer informatie hebben over jou, waar kunnen ze dat vinden? Ze kunnen uiteraard eigen aanmelden bij mij op mijn Facebook op Marco Dekkers. Yeah. Uiteraard. En ja, je zult meemaken. Kijk, ik probeer iedereen gewoon antwoord te geven. Er zijn ook stadradiostations die mijn berichtje sturen. Ik behandel iedereen gelijk. Ja, ik ben natuurlijk wel elke dag aan het werken, maar zolang ik een kaartje vind, dan reageer ik op de mensen. Dat vind ik juist duidelijk. Okay. Beetje contact. Ja, heel belangrijk natuurlijk. We gaan zodra die single draaien, Mijn Grote Liefde. En op heel eerste plaats natuurlijk ga ik jou bedanken dat je vanmorgen hier live bij ons in de uitzending was. En ik zou willen vragen aan jou ter afsluiting een laatste woord richting al de luisteraars die meeluisteren. En kondig zelf je eigen single aan alsjeblieft. Ja, dan zal ik hem aankondigen. Goedendag mensen, luisteraars, met Marco Dekkers. Hier komt mijn nummer van Marco Dekkers, Mijn Grote Liefde. Ik hoop dat u het mooi vindt en u kunt altijd contact met mij opnemen voor feesten en partijen. En hartelijk bedankt dat u luistert naar de radio. Goed zo. Gelukkig zijn de mensen gelukkig wel die naar de radio luisteren. Dat is gewoon keileuk. Maar goed, ga je goed en we spreken af tot de volgende keer. Bedankt. Doei. Hartstikke bedankt. Doei.